Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Bewolking boven Nederland is er wel in de vorm van wat sluierwolken en in Limburg zijn er wat dikkere wolken aanwezig, maar verder is het toch tamelijk helder. En vooral in het noorden van het land schijnt vanochtend de zon af flink. In het zuiden hebben we nog wat meer bewolking, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. Temperatuur iets boven het vriespunt en een stevige wind uit het noordoosten. Die houden we vanmiddag ook. Dan worden het 2 tot 4 graden. Maar voor het gevoel is het veel kouder. Veel zon in het noorden. In het zuiden breekt de zon ook van tijd tot tijd door. En neerslag is niet aan de orde. Net als vanavond, met een temperatuur die dan al vrij snel richting het vriespunt gaat dalen. Vannacht liggen we een paar graden onder het vriespunt, met aanhoudend veel wind, droge lucht, en de kans op gladheid is dus heel klein. Morgen opnieuw een dag met veel zon, in het zuiden wat bewolking, maar het is op de meeste plaatsen. Droog en het wordt 2 tot 5 graden. We houden een stevige wind uit het oosten. En dat betekent voor het gevoel echt veel lagere temperaturen. Dinsdag gaat de wind draaien, woensdag valt er wat regen en we zien de temperatuur ook oplopen naar een graad of 8, maar donderdag komt er toch weer wat ruimte voor de zon en heeft de temperatuur weer een lichte neiging tot een dalende tendens. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl